We staan hier bij een fonds van 34 skeletten. Om wat voor fonds gaat het hier? Nou, het gaat om een hele grote vondst. Het is een begraafplaats uit de 15e eeuw, dus de middeleeuwen. En het is een hele intacte begraafplaats. En hoe kwamen jullie tot deze vondst? Wij kwamen bij de vondst, dit huis wordt versterkt. En toen de schuur werd afgebroken, vonden we direct onder de fundering allemaal lichamen. En wat maakt deze vondst zo bijzonder? De vondst is zo bijzonder omdat wij hier heel veel redelijk gave skeletten vinden. Dus alle weken delen dus van de botten zijn bewaard gebleven. En het andere gedeelte wat het heel erg bijzonder maakt, zijn heel veel jonge mensen. Ja, er zijn ook veel skeletten hier, hè? Absoluut. We hebben nu 34 individuen. En verder nog wat los botmateriaal wat met de eeuwen vergraven is. En wat heeft hier op deze plek gestaan vroeger? Op deze plek zelf weten we niet precies. Ietsjes verderop, naar het noorden, achter mij, heeft een klooster gestaan uit de middeleeuwen. Die is rond de 16e eeuw afgebroken door de oorlogen in die tijd. En dit kerkhof heeft er waarschijnlijk bij gehoord. En in wat voor staat verkeren de skeletten hier? De skeletten verkeren in over het algemeen zeer gave staat. Het zijn ook allemaal hele jonge mensen met eigenlijk puntgave tanden, waar wij jaloers op zouden zijn tegenwoordig. En de skeletten die zijn van zichzelf ook heel gaaf. Dat zie je zelden. En kunnen jullie hier ook nog onderzoek naar doen, naar de skeletten? Dat is wel het plan. Je kan mijn collega's zijn minutieus de skeletten aan het uitgraven. In het bekken wordt de monster genomen op parasieten. Dus kunnen kijken wat voor parasieten ze met zich meedroegen, die weer ziektes veroorzaakten. En vervolgens wordt er gekeken geslacht, lengte, eventuele andere ziektes die in de botten zitten. En er wordt DNA in het gebit wordt uit de tanden gehaald. En wat gaat er hierna met de skeletten gebeuren? Dat is nog niet helemaal bekend. In sommige gevallen worden de mensen herbegraven. Maar dat moet dan worden afgestemd met de betrokken partijen. En hoe lang verwachten jullie hier nog bezig te zijn? Waarschijnlijk nog wel een paar weken. Hoe lang exact kan ik niet zeggen. Want we weten niet waar de begrenzing van het grafveld heeft gezeten. Ik denk dat het hier wel de lucht is. Hier hebben we weer een lucht.